Hallo kijkers van Shine Sprite, ook mijn genoemde aflevering van, ik wou Pokémon zeggen, maar het is natuurlijk Harry Potter, WK's werkbal. Ik heb vandaag een co-commentator, het is Nandoing. Lekkering. Zeker lekkering. Fris en fruitiging. Fris en fruitiging. We staan niet eens eerste. Wauw. Bulgarije heeft ons ingehaald, dat is niet de bedoeling. We spelen nu op het tweede moeilijkste niveau. Wacht, maar het wordt dus verdeeld qua land? Het WK wel, ja. Dat is een WK, hoe heet het? Je speelt met een bepaald land, zeg maar. Ik dacht dat het gewoon een bepaalde school, zeg maar, is. Dus dat is het begin, totdat je het WK unlockt, zeg maar. En dan moet je wereldkampioenschap doen. Dat, daar staat het WK voor. Ja, excuses, ik loop nog heel erg achter met de video's. Dus, zeg maar, de makkelijkste moeilijkheidsgraad, dat is Comet 260. Die heb ik al daar ben ik al eerste geworden met Duitsland. En nu ben ik de tweede moeilijkheidsgraad, dat is Nimbus 2000. Die ben ik nu aan het doen met Scandinavië. Oké. En tot nu toe nog alles gewonnen, alleen Bulgarije heeft meer punten omdat ze een wedstrijd meer hebben gespeeld. Jij wou het hebben over de completionist. Dan wil ik het daarna ook nog ergens anders over hebben. Ja, maar jij eerst. Want heb je de thee gehoord? De thee, wat voor thee? De thee. Nou, de completionist die heeft een soort van goede doelorganisatie. Ja. Dan moet ik eventjes weer bedenken hoe die ook weer heet. Volgens mij Open Hand heet het. Mm-hmm. En een gedeelte daarvan dat heet Indieland. Ik weet niet of dat bekend voorkomt. Nee. Dus zeg maar, een evenement van hem. Gaan? Ja, het indie games komen daar voornamelijk in voor. Het is dan een bepaalde stream mini-evenement waar hij dan geld ophaalt voor dementie. Nou ja, dat is goed doel, toch? Ja. Ja, lijkt me wel. Nou, blijkbaar, die organisatie bestaat al, denk 4 jaar of zo, 5. En wat nou blijkt, er zijn 2 YouTubers die hebben info's gedaan en onderzoek naar het goede doel. Ja. Want er wordt jaarlijks gedoneerd het geld. En wat nou blijkt, zij hebben 0 euro gespendeerd van dat geld wat ze hebben opgehaald. Oh. Tot op de dag van vandaag. Dat is wel raar. Ja. En daar hebben ze hem mee geconfronteerd. Mm-hmm. En in eerste instantie was Gerard, de completionist, niet op de hoogte hiervan. Mm-hmm. Maar uiteindelijk dus wel. Hij wist vanaf 2022 dat het geld op die rekening stond. Oké. Okay. En het is niet alsof je de rente op krijgt. Dus het geld is eigenlijk steeds minder veel waard geworden. Ja. Elk jaar. Wow. Dat is nu gaande en er is nieuws binnengekomen dat zeg maar de vader van die Indieland Open Hand Charity of goed doel, dat heeft dus ook een of andere golf evenement gehad. Ja. En daar hebben ze ook geld binnengeharkt met sponsors zoals Pepsi, Dr. Pepper. En Monster Energy. Oh ja. En met het geld hebben ze ook helemaal niks gedaan, blijkt. Ze hebben het niet gedoneerd, in ieder geval. What the fuck. En we zijn nu onderhand 2 weken verder nadat de video online is gekomen door degene die het hebben onderzocht. Wie hebben het onderzocht? Carl Jobst. Ik weet niet of je die kent. Ik ken hem zelf niet. En de tweede persoon, die ken ik wel, die heet Moederhar. En hij is van het YouTube-kanaal Some Ordinary Gamers. Oké. Maar dat zal jou denk ik ook niet zo heel veel zeggen. Nee, dat snap ik. maar goed, hij wordt nu flink aangepakt. En hij heeft echt heel veel dislikes op zijn laatste video te pakken gehad. Dan heb ik het over de completionist. Oké. Is hij nog? Hij is een beetje gecanceld, zeg maar. Hij is zeg maar gecanceld, ja. En weet je wat het interessante is van de Open Hand Foundation en Indieland? No. Dat wordt allemaal gerund door de familie van Gerard. Oh. Dus zijn broer, zijn vader, zijn moeder die leeft niet meer, want daarvoor hadden ze het opgezet. Mm-hmm. Want
Ze wilde geld ophalen voor dementie, omdat Gerard's moeder daaraan is overleden. Ja. Dus dan denk je, ah, nou, dat is een heel goed doel. En ook heel lief dat je dat voor je moeder zoiets doet. Mm-hmm. Maar toch wel heel vaag dat je dat geld dan niet doneert aan een... Ja. Ja, dat je het niet besteedt, inderdaad. Dus ja, nu wordt hij daarop keihard aangepakt door anderen. Ik vind het begrijpelijk, interessant. Ja. Ik vind het interessant om te volgen. Mm-hmm. Dus okay. Dat is een beetje de thee. Mooi, joh. Je eerste reactie. What the fuck? Ja. En dat het zomaar kan. En what the fuck? Ik zou dat geld dan in ieder geval spenderen aan een organisatie. En wat zij volgens mij als excuus hadden, is dat zij wilden zien wat er echt daadwerkelijk met het geld wordt gedaan. En daarvoor zou er dan meer geld of zo moeten worden verzameld. Wat ik een beetje een stom excuus vind. Ja, ik ook. Want er zijn heel veel organisaties die sowieso dat geld in de zakken van de directeur steken. Mm-hmm. Dat is wel een feit. Maar ja, je moet... Hey, what the fuck? Oh, mijn scherm die ging even donker omdat ik 5 minuten niks had getypt. Wow. Dus, ja, momenteel ben ik ook aan het werken, dus vandaar. Leuk feitje. Leuk feitje, inderdaad. Doe ik niet dagelijks dit. Maar ja, ik ben benieuwd of hij nog echt gaat reageren. Want hij heeft al 2 weken geen video ook geüpload op zijn kanaal. Nee, ja, dat snap ik wel. Dat heeft ook helemaal geen zin, denk ik. Nee, maar dat je in ieder geval een uitleg nog van jouw kant geeft. Of wat dan ook. En of je er daadwerkelijk werk van gaat maken of zo. Dat, en een excuses sowieso. Dat is toch op zijn minst geplaatst, lijkt mij in ieder geval. Eens. Dus ja, en ik vind het grappig, want volgens mij een paar maanden geleden had hij een update video geüpload, waarin hij zei dat als hij ooit zou stoppen met, zeg maar, de completionist, dan zou hij nog voor 1 game volgens mij een completionist video uploaden. En het is me even ontgaan om welke game het ging, maar ik dacht dat het iets van Final Fantasy of zoiets was. Hey, ik heb gewonnen in het spel. Oh. Degene die, waar ik tegen moest, die heeft is gedisconnect. Nice. Easy win. En ik krijg fucking veel XP. Nice. This is what we do. You do it for. Maar goed, dat dus. Wilde jij het over hebben? Ik was net, voordat wij begonnen met Colosseum afmaken, zeg maar, was ik een video aan het kijken van Shady Penguin. Toen was hij samen met United Place was hij van Small End een escape room aan het doen in Pokémon Heart Gold Soul Silver. Ja. En dat was echt vet. Dat concept is echt vet. Alleen moeilijk, dan moet je echt veel weten van Pokémon. Het is echt wel een aanrader om te kijken trouwens, als je een keer niks te doen hebt. Het is een beetje dat escape room wat Sander ook doet. Ja, ik heb die van Sander nog niet gezien, dus ik weet niet of het een beetje vergelijkbaar is. Ik denk dat het heel erg vergelijkbaar is. Ik heb die van Shady Penguin nog niet gezien. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, als je escape room, als je een serie daarvan hebt gezien, dan het was in ieder geval, het was heel moeilijk, maar heel vet. Ziek. Nou ja, misschien dat ik zo even een kijkje neem. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd. Ik heb volgens mij in het verleden wel wat Shady Penguin gekeken. Ik heb bijna nooit, maar ik zag deze in mijn recommended. Toen dacht ik, oeh, die lijkt me best interessant. En ik vind hun sowieso altijd wel grappig. Ik vind, ze deden wel eens met z'n vieren dan een Cage Lock of een Soul Link, zeg maar. En dat vond ik wel echt een leuke serie, zeg maar. Mm-hmm. En daardoor volg ik ze wel. En toen zag ik die video, ik dacht van, het zijn leuke mensen. Escape Room van Small End, dan zal het sowieso goed in elkaar zitten. Want ik vind die dingen die Small End meestal maakt altijd wel grappig. Dus ik ga eens kijken. Het was toch die andere guy die al die dingetjes maakte? Dus zeg maar commissioned. Dus, ja, die Purple Crow of zoiets. Of Purple Crow, ja. Point Crow. Het was iets met Crow, ja. Point Crow, ja. Het is Purple Cliff en Point Crow is het. Oké. Maar nee, Small End heeft deze gemaakt. Maar ik weet wel, Small End doet wel vaker van, ook wel van dit soort dingen, zeg maar. Oké. En meestal weet ik dan wel van, dan zal het vast goed in elkaar zitten. Dus ik dacht, ik geef het een kans.
Het is best handig om zo nu en dan even door te skippen, omdat het is gewoon real time, zeg maar. Dus ja. Ze hebben daar niet in geknipt. Dus het is gewoon een stream ja, in principe. Eigenlijk wel, ja. Oké. En ze doen het, zeg maar, blijkbaar, dat zie je niet, maar tegen andere teams, zeg maar. Dus wie het snelste klaar is. Oh, dat kan, is wel ziek. En je kan in-game kan je hints kopen voor 10 minuten extra bovenop je tijd, zeg maar. Ah. Dat is wel echt ziek. Mm-hmm. Dat is wel grappig. Ik vind die bingo map randomizer wel leuk, maar dit lijkt me ook wel een beetje interessant. Maar ik denk wel dat die bingo randomizer meer mijn tak is. Ja? Ja. Ik weet niet. Ja, qua strategie ben ik niet super, denk ik. Nee, maar ik al helemaal niet. Hè, want ik weet heel vaak wat abilities en dingen doen, weet ik allemaal niet. Alleen het feit dat hun het wel weten en dan daardoor achterkomen wat ze moeten doen, dat vind ik wel grappig dan, zeg maar. Dat is wel waar. Ik denk dat het wel iets voor Jordi is. Ja, dat denk ik ook wel. Nou, ze moesten op een gegeven moment moesten ze headbutt doen tegen een boompje om een B-drill te spannen. Alleen, ze konden die B-drill niet verslaan, want hun Pokémon is te slecht. Dus ze moesten... wat moesten ze ook alweer doen? Een switcheroo, de aanval. Dan krijg je de item van de tegenstander. Dan kreeg je een poison barb en dan moest je zorgen dat je wegrende. En dan met die poison barb, die moest je met de aanval fling, moest je die flingen naar een andere Pokémon, zodat die Pokémon dood zou gaan. En dan kan je pas verder. Ja, dat gaat me al echt heel ver. Ik snap hem wel, als je het zo vertelt, maar als ik dan in die situatie zelf zit, zou ik echt denken, wat de fuck moet ik doen? Ja. Holy damn. Maar als ik dan kijk naar die van Sander, en dan sta ik zeg maar buiten die situatie en ik kijk ernaar, en dan denk ik, oh, maar wat nou als je dit doet? En dan uiteindelijk, ja, dan is dat juist de oplossing. Ah. Dan is het voor mij wat makkelijker dan... Dus, als dan ik was Sander niet zo'n smarty pants. Nou ja, uiteindelijk komt hij er wel achter. Maar ja, hij moet natuurlijk eerst laten zien van... Want hij knipt er wel in. Hij moet eerst laten zien van... Ja, misschien is dit het. Of misschien is dat het. Want als hij alleen maar met de juiste antwoorden komt... Ja, dan is er ook helemaal geen zak aan natuurlijk. Nee, precies. Dus dat is wel... Misschien dat ik het een keer... niet dat ik dezelfde die Sander doet, zeg maar. Want ik denk dat qua instapmodel wat makkelijker is voor me. Dat ik die een keer op stream doe. Ja, dat zou wel kunnen. Ik denk dat dat wel te doen is op zich. Je moet ook gym badges uiteindelijk volgens mij halen. Wow. Van die puzzels, dat zijn dan de gyms zelf. Wow, er zitten ook dubbel battles in, dat is ook wel grappig. Hoe de fuck ga ik deze persoon vinden? Via mail natuurlijk. Oh, ik was nog vergeten in die Colosseum-serie te vertellen wat ik nou had gekocht nog naast Comic-Con. Oh ja, wat had je nog meer gekocht op Comic-Con? Juist niet. Hm. Ik heb Amiibo's voor Sephiroth en wat was het andere ook weer? Volgens mij een of andere Link heb ik gekocht. Oké. En ik heb deze week. Ja, sorry. Sephiroth is van Castlevania, toch? Nee, van Final Fantasy. Oh. Dus die guy... Die zit niet in Smash, toch? Hij zit wel in Smash, maar hij was DLC-character. Hij is die guy met dat zilveren lange haar. Dat gigantische zwaard. Ja. En af en toe heeft hij dan één zwarte vleugel. En ik heb deze week de Breath of the Wild amiibo's gekocht. Die collectie met Ganondorf en Zelda? Nee. Van de Runia en dat soort dingen. Oh. Okay. Dus de hoe noem je het nou? Niet de Divine Beasts, maar zeg maar hun pilots. Ja. De bestuurders daarvan. Die net als Rivali's Gale en... Rivali en et cetera. Ja. Urbosa, die heb ik gekocht. Normaal gesproken, in zo'n winkel was het 70 of 80 euro. Mm-hmm. En nu kon je ze bij Nintendo zelf bestellen. Dacht ik, dat doe ik dat gewoon. Want het was 60 euro, dacht ik, bij elkaar. Nou, dat vind ik wel prima, want ik begin nu een beetje een Amiibo-collectie te krijgen.
Weet jij dat ik geen enkele Amiibo heb? Niet? Nee. Niet eens één. Geen enkele. Ja, lijkt me wel echt de guy die dan in ieder geval een Pokémon Amiibo's heeft. Nee, ik ben niet zo'n Amiibo-fan. Nou ja, dat kan natuurlijk. Ja, weet je wat? Waar, maar weet je, die poppetjes zelf zijn op zich leuk. Mm-hmm. Alleen ik heb er iets mee dat je dan extra dingen kan krijgen in games en zo. Dat ik van, hè. Net als met Breath of the Wild heb je heel erg dat je dan echt gewoon hele goede items krijgt, zeg maar. Ja, oké, dat is waar. Maar je hoeft het niet te gebruiken. Nee, dat weet ik. Maar ik koop het ook niet dan, zeg maar. Ah, ja. Nou, ik gebruik het voor de items en voor de sier. Mm-hmm. En qua items gebruik ik het eigenlijk alleen maar voor Hyrule Warriors. That's it. Oh, ja. Ik heb het voor Breath of the Wild volgens mij wel gebruikt. Of Tears of the Kingdom. Maar ik deed het alleen maar om wat rare weapons te krijgen die ik al in de game had gehaald. Ja, dus ik heb... Oh, sorry. Ja, je kon in de depths kon je dan, zeg maar, oude wapens halen. Dus dan heb je bijvoorbeeld de boomerang van Wind Waker kon je vinden. En volgens mij ook het zwaard die Ganondorf in Twilight Princess gebruikt. Nou ja, en die kan je ook via de Amiibo krijgen, maar ik had ze al in de depths gevonden. Dus ik dacht, nou ja, dan kan ik net zo goed die Amiibo's gebruiken. Ja. Ik heb in Tears of the Kingdom heel veel geduped. Ja, dat heb ik dan weer niet gedaan, maar ik wist wel dat het mogelijk was. Mm. Ik zat wel te twijfelen, maar uiteindelijk heb ik het toch niet gedaan. En volgens mij is er nu een patch, dus nu kan je het niet meer doen. Nee, maar ik heb genoeg geld om alles te kunnen kopen wat ik wil, dus... Dat is waar. Ja. Heb je hem überhaupt nog uitgespeeld? Nee, dat heb ik met Zelda altijd. Ik speel Zelda... Ik heb maar één Zelda volgens mij helemaal uitgespeeld. Welke is dat? Link's Awakening. Van alle Zelda's heb je die uitgespeeld. Ja, ik weet niet. Dat is wel interessant. Ja, er is altijd iets wat me tegenhoudt. Dat is echt een probleem van mij, hoor. Altijd iets wat me tegenhoudt om de laatste bos te gaan doen, zeg maar. Ik ben bij Wind Waker zover gekomen dat ik de laatste bos kon gaan doen. Ja. Ik ben bij Breath of the Wild zover gekomen dat ik de laatste bos kon gaan doen. Ik denk dat ik bij Tears of the Kingdom ook al heel ver ben. Dat in theorie zou kunnen. Ik weet niet. Er is iets wat me dan tegenhoudt. En ik weet nooit wat dat is. Ik heb dat af en toe met Nuzlocke's van Pokémon. Dat ik dan zo ver ben dat ik bijvoorbeeld halverwege de game ben. En dan denk ik, eigenlijk heb ik geen zin meer. En dan vergeet ik het weer. En dan doe ik helemaal niks. Maar bijvoorbeeld een Zelda game in één voor de eerste keer uitspelen. Nou ja, dat gaat me gewoon heel makkelijk af. Maar dat wat jij hebt, dat is wel vrij uniek. Ja, ik heb één Zelda-game die vond ik gewoon zo slecht dat ik gewoon niet eens de moeite heb gedaan om uit te spelen. Welke? Skyward Sword. Oh ja, daar heb je wel gezegd inderdaad. Ja. Ik heb die ook nog niet uitgespeeld op de Switch, bedenk me nu. Maar ik heb hem al echt meerdere keren op de Wii uitgespeeld, dus ja. We hebben zelfs voor de serie op TSG gedaan. Wayo. Ja, moet je nagaan. En dat is zelfs zonder die Amiibo, dus succes. Mm. Voordat je zeg maar kan warpen. Ja. Ja. En even kijken, ik heb nog wel een andere zelf. Ik weet niet of ik die ooit heb uitgespeeld, maar die was wel leuk. Dat was op de 3DS. A Link Between Worlds, dat je zo op de muur kan lopen. Ja, die is wel leuk inderdaad. Dat is volgens mij... Nou, het is niet mijn favoriete 2D, maar het is mijn ene favoriete... Oh ja, en ik heb Ocarina of Time eigenlijk weer hetzelfde, dat ik hem bijna heb uitgespeeld, maar niet helemaal, zeg maar. Oh. Nee. Majora's Mask is gewoon... Ja, daar begin ik gewoon niet aan, omdat ik de tijddruk niet leuk vind. Nee, maar je kan de tijd halveren, dus dat het minder snel gaat. Maar ja, dan zit er nog steeds tijd. Ja. Ja, dat is waar. Nou ja, je moet ermee leren omgaan. Het is een of andere mechanic. Welke vond ik... Oh ja, ik vind echt... Wat ik echt overhyped vind is Twilight Princess. Is dat omdat het begin zo saai is? Ja, ik weet niet. Ik heb hem wel gespeeld hoor. Ik had hem op de Wii U, denk ik, kan dat? Ja, die heb ik volgens mij tegelijk gekocht toen met Wind Waker. Of in ieder geval kort na elkaar. Ah oh nee, die heb ik niet van jou gekocht. Ik heb alleen Wind Waker van jou gekocht, bedenk me. Ja, zonde man, want die game is echt fantastisch. Nee.
Het begin is misschien een beetje saai. Mm-hmm. Omdat je... Ja, je maar ja, het begin van Ocarina of Time is natuurlijk ook saai. Ja, dat is waar. Ik vind dan het begin van Wind Waker nog wel leuk, zeg maar. Ja, die is wel wat leuker. Maar goed, die randomizer maakt hem ook nog wel een stuk leuker. En ik vind het heel zonde dat ze Phantom Hourglass hebben gemerkt als... als opvolger van Wind Waker. Want hij is echt veel minder dan Wind Waker. Vind je dat niet? Ja, tuurlijk is hij minder. Nee. Maar het is gewoon... Het volgt het verhaal van Tetra en Link. Want in principe is Spirit Tracks... Die volgt alweer Phantom Hourglass. Nee. Maar dat is 100 jaar later of zo. Ja, oké. Okay. Dus ik dacht dat Phantom Hourglass ook echt wel een beetje dezelfde game mechanics had als Wind Waker. Of is dat niet zo? Nah, is het niet dat je op een bootje, zeg maar, in een relatief open wereld zit, zeg maar, dat je overal naartoe kan varen? Ja, dat wel. Ja. Alleen je moet, zeg maar, met je stylus, omdat het een DS-ding was. Dat maakt het misschien wel heel kut. Ik heb volgens mij wel 3 keer of zo uitgespeeld. Ik heb alleen nog nooit 100%. Want er is 1 minigame die zo tyfus kut is. Dat ik hem gewoon niet kan 100%. Okay. Dat is een of andere bow-archery ding. Maar dan moet je werken met 2 schermen. Ah. Dus je moet je target schieten op het bovenste scherm. En jij schiet vanaf onder. Dat lijkt me inderdaad best wel kut, ja. Ik heb hem echt meerdere malen geprobeerd, maar dat lukte me niet. Het was veel te kut. Even kijken hoor. Maar heb je ooit een Link to the Past gespeeld? Dat denk ik niet. Nou ja, die vind ik best... Nou, ik vind hem niet leuk, maar die kan je redelijk snel uitspelen. Mm. Heeft Harm jou dat niet geleerd, hoe je die kan uitspelen? Nee, want Harm en ik doen alleen samen opnemen, zeg maar. Verder. Nee, maar bijvoorbeeld bij zo'n meeting... Hij heeft het mij geleerd toen we op een vakantie waren in weet ik veel wat Sint-Jutemus. Anders wil ik je dat bij de stream leren. Ja, maar ik hoef het niet zo nodig uit te spelen. Ja, maar dan wel... kan je zeggen dat je dezelfde game weer hebt uitgespeeld. Ja. Daarvoor hoeft het niet. Daarvoor hoeft het niet voor mij. Jammer, want ik had het je heel graag willen leren. Dat, volgens mij duurt het 7 minuutjes of zo. Misschien wat? Iets minder. Ja, dat is gewoon de hele game uitspelen binnen 7 minuten. Als criteria voor een game uitspelen, hè, dan is het de credits. De credits, ja. Ja. Nee, dat kan binnen 7 minuten. Wat? Is dat een fout in de game of zo? Ja, er zitten wel een paar bugs in. Er zijn zelfs mensen die het binnen 2 minuten kunnen uitspelen. Maar ja, dat gaat mij weer een beetje te ver. Een beetje overdreven. Ja, ik vind die van 7 minuten is nog wel leuk. Die is wel te doen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.